bent de voorzitter van RVG Kwiek, als ik het zo goed zeg, toch? Ja, klopt. En dit jaar wordt het door jullie georganiseerd. Waarom? Nou, deze wedstrijden die worden jaarlijks georganiseerd. Uiteindelijk resulterend in zelfs in de landelijke wedstrijden. Om daar uiteindelijk terecht te komen worden eerst regionaal wedstrijden georganiseerd. En dat is 4 wedstrijden die in de provincie Overijssel worden georganiseerd door verschillende verenigingen. En dit jaar mocht RGV Kwiek ook een wedstrijd organiseren. Want hoeveel groepen zitten hier? Hier zijn 13 groepen die aan deze wedstrijden meedoen. Vanuit Urk, Hardenberg, Heino, Raalte uiteraard. Dus dat zijn er heel wat. En uiteindelijk doen hier in totaal 277 kinderen mee. Strijdend voor de eerste, de tweede en de derde plaats om door te kunnen. Dat lijkt me een hele organisatie. Nou, dat is het ook wel. Ook voor het bestuur van Raalte. Want in oktober is er een heel nieuw bestuur gekomen. Dus voor iedereen is het nog eventjes wennen hoe of wat. Maar jullie zien het. Het is gelukt en het loopt dankzij heel veel vrijwilligers. Dus vandaag 277 kinderen nou, met hun lust en leven bezig kunnen zijn. Hun sport, acrogym. Dames, jullie moesten net als eerste. Hoe was dat? Leuk. Ja, waarom vond je dat leuk? Was het niet ontzettend spannend juist als eerste? Jawel. Hoe zijn jullie zo bijgekomen om acrogym te gaan doen? Nou, ik heb van die sports gehoord en toen ben ik gaan kijken en toen vond ik het wel heel leuk. En hoe lang zitten jullie er al op? Nou, ik zit er pas net een half jaar op, denk ik. En ik vind het wel heel erg leuk. En hoe zijn jullie dan als groepje bij elkaar gekomen? Wie bepaalt dat? De Tanja. Wie is dat? Dat is de leidster. En hoe grote groep zijn jullie met Raalte? Nou, best wel groot. Weet je ongeveer hoeveel? Nou, ik denk wel iets van 30 kinderen. En zijn jullie de enige uit Raalte die meedoen? Nee, we hebben nog meer kinderen. Maar sommige zijn er nog niet. Want ja, sommige die mogen nog geen wedstrijden doen. Kan je precies vertellen wat het precies voor wedstrijden zijn? Dit zijn wedstrijden waar de eerste wedstrijden van het jaar. Dus sporters die hier aan meedoen kunnen zich plaatsen voor de regionale kampioenschappen. En daarna weer plaatsen voor districtsfinales en halve finales. Dan de Nederlands kampioenschappen misschien. En acrogym, misschien zegt dat sommige mensen niks. Wat is het precies? Acrogym is een sport die je in teamverband doet. Met 2, 3 en soms 4 tallen. Je doet het op een vrije oefeningsvloer, op muziek. En daarbij moet je elementen verbinden met dans. En wat voor verschillende groepen of blokken zijn er vandaag? Vandaag bestaat uit D- en E-niveau. En senioren en junioren. Dus sommige zijn erg jong, die zijn tussen de 8 en de 13 oud. En sommige zijn wat ouder, dus er is geen maximum leeftijd. En wat houdt dan junior precies in? Junior betekent dat is eigenlijk alleen een leeftijdscategorie. Dus Want ik zie dat er heel veel jonge meisjes met wat oudere meisjes zijn. Waarom is dat? Ja, nou, de oudere meisjes kunnen tillen, die zijn wat sterker. En de jongere meisjes die mogen dan het leuke werk doen. Hoe bekend is acrogym in Nederland? Het is een tak van de turnsport. Dus het is wel een onderdeel van de officiële Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Maar het is niet een Olympische sport. Dus je kunt niet zeggen dat het de bekendheid heeft die andere sporten hebben. Die wel op Eurosport komen en op nationale televisie. Hoe gaat het met het verdelen van punten? De punten worden verdeeld door de jury. Je hebt de moeilijkheidsjury. Die kijkt of je alle elementjes hebt gedaan die op het blad staan. Wat de trainers hebben ingeleverd. Als dat niet genoeg is, dan krijg je bijvoorbeeld een 9,8. Maar als het genoeg is, krijg je een 10. En dan zijn er nog technische juryleden en artistieke juryleden. Die kijken naar, zoals het woord al zegt, de techniek en de artistiek. En daar zijn regeltjes aan verbonden. En hoeveel kunnen ze in totaal aan punten krijgen? Ze kunnen als... het gebeurt eigenlijk nooit dat ze een maximum aantal punten krijgen. Maar een 25 is hoog, maar je kunt nog hoger krijgen dan 25.
deskundige jury. Waar let die allemaal op? Nou, de jury die let heel erg op of de vloer goed verdeeld wordt. Ze moeten op alle stukken van de vloer geweest zijn. Ze moeten heel veel oefeningen doen met elkaar, naar elkaar toe, uit elkaar, met de ruggen naar elkaar toe. Dus de vloerverdeling moet goed zijn. En ze moeten dan ook nog heel veel dansvormen op een bepaalde manier doen. En ik heb ze ook bordjes omhoog zien houden. Wat betekenen die? Ja, die bordjes, ik pak even het speakbriefje erbij. Je hebt een rood bordje, dat is voor de jury voor de aftrekken. Dus als ze een beweging fout hebben gedaan, want ze moeten 6 onderdelen doen met elkaar. Dus dat ze bovenop elkaar gaan staan of vliegtuigje of zo gaan maken. Daar trekt de jury dan vooraf. Groen, dat is, elke oefening heeft een bepaalde waarde. Die moet aan bepaalde eisen voldoen. En hebben ze daar aftrek voor, dan geeft dat groene bordje dat aan. Geel, dat is de punten die de jury geeft voor het artistieke. Dus hoe ze bewegen, hoe ze dansen. Of ze alles gedaan hebben met de ruggen naar elkaar, met de gezichten naar elkaar. En wit, dat zijn de punten die de jury geeft voor de techniek. Dus als ze iets opbouwen, of ze het op de goede manier doen. Of ze de knieën bij elkaar hebben, de handen goed hebben. De schouders goed hebben, het hoofd goed hebben. Daar geeft die jury weer aftrek voor. Dus via die bordjes kan je zien wat voor punten een meisje gehaald heeft. Hoeveel punten kunnen ze in totaal halen? Ja, dat is wisselend van niveau, maar bij deze zijn ze 40 punten. Jullie zijn nog niet geweest. Zijn jullie een beetje zenuwachtig? Ja, ik wel. Ja. Denk je dat het goed gaat? Ja, gaat. Heb je goed geoefend? Ja. Hoe lang? Nou, 2 weken geleden hadden we ook een wedstrijd. En nou weer. Ongeveer. Nou, zijn jullie ook een leeftijdsverschil. Hoe jong is de jongste van jullie groep? Volgens mij is ze 7. En de oudste? De oudste is 16 of 18. En nou zie ik hier alleen maar dames. Hebben jullie ook alleen maar dames op jullie vereniging? Nee, we hebben ook 1 jongen. En waarom is hij er niet vandaag dan? Omdat hij geen partner heeft. Nou, hij was eerst met mijn partner, maar hij wou niet meedoen aan de wedstrijden. En zij had ook partners die ook niet mee wouden doen aan wedstrijden. Of die waren te jong. En ging ik dus met haar en hebben we gewisseld. Want hoe oud zijn jullie? 9 en... Ik ben 12. En waarom denk je dat jongens hier minder jongens zijn? Nou, omdat ze zeggen dat meisjes vaak leniger zijn en zo. En ik denk dat de jongens ook vinden dat het meer een meisjesport is.